SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV. En vandaag hebben we de samenvatting voor u van de wedstrijd tussen Urk en ASV De Dijk uit Amsterdam. De wedstrijd gespeeld in de hoofdmaatschappij op zaterdag 9 april 2022. Scheidsrechter vanmiddag is de heer Elissen. En de pupil van de week is Gerrit Schenk. Van het team JO12 Brouwers Mannenmode. Goed, dan gaan we beginnen met de wedstrijd. Een kleine verrassing in de opstelling van Urk, waar een plek ingeruimd was voor Lucas Stol. Hij stond in de basis als vervanger van Johannes Schrijver, die geblesseerd was. Ook Essel Snoek deed niet mee, die was de hele week ziek geweest. En Dick Hakvoort nam zijn vertrouwde plekje achterin, centraal weer in. En dan hebben we hier Lucas Stol aan de bal. Had dan een 1-2 aan met Klaas Romkes. Die legt de bal terug op Lucas Stol en die schiet betekende bal in de verre hoek. En zet zo Urk na een klein kwartiertje spelen op een 1-0 voorsprong. Prachtige doelpunt van de zoon van Jacob Tol. Ook een heel bekend speler van Urk 1 geweest. En zijn broertje Joël zat op de bank vandaag. Goed, Urk dus vrij vlot op voorsprong. Ieder den Dulk. Joël Tol richting Rikkelt Jan Brands. Die komt met een voorzet. En dan is het Klaas Romkes, maar die schiet de bal centimeters naast de verkeerde kant van de paal. Dat is weer een aanval van Urk richting Klaas Romkes. Zijn schot is te zacht om de keeper te verrassen, maar hij krijgt ook al een vrije trap tegen wegens een overtreding. Lucas Stol naar de buitenkant toe. William de Boer. Die komt met een voorzet, maar die mislukt en is het een simpele vangbal voor de doelman van De Dijk. De ploeg uit Amsterdam die probeerde het best wel in de eerste helft, maar kwam niet echt tot mogelijkheden. Ook door het verdedigen van Urk. Hier is het William de Boer. Rigold Nijntjes. Die probeert het met rechts. En het schot gaat een half metertje naast het doel van De Dijk. En zo zijn we bijna bij de rust aanbeland. En er is nog steeds 1-0 in het voordeel van de thuisclub van Urk. Dus een aanval van ASV De Dijk via de rechterkant. Ieder natuurlijk die zorgt voor opruiming. Licht geblesseerd raakt. Dat is een hoekschop voor de ploeg uit Amsterdam. Voor Richard Strijker. Die bal keurig uit de lucht plukt. Snelle spelervatting. Richting Klaas Romkes. Lucas Schraal. Komt met een voorzet schot waar de keeper zich bijna op verkijkt. Hier bijna bij de eerste paal binnen zal vallen. Maar de keeper weet het tot hoekschop te verwerken. Genomen door William de Boer. En dan heeft Maas Ronkes iets te veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Dan kan ASV De Dijk eruit. Ja, een lange bal. Benny Dunnik die moet verdedigen. En die doet het zo goed dat het slechts een rollertje wordt in de handen van Richard Strijker. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Goed, dan gaan we verder met de tweede helft. Het was ondertussen flink gaan regenen, vooral in het eerste begin van de tweede helft. En de eerste kans is hier voor De Dijk, maar deze vrije trap gaat net voorlangs het doel van Urk, doel van Richard Strijker. Het was echt eventjes heel slecht weer. En een corner voor Urk genomen door Lucas Nagel. En dan is het Ieder den Dulk
Die de bal niet goed op zijn hoofd krijgt en de bal toch ruim naast het doel van de doelman van de Dijk. Kopt. Goed, de Dijk die toonde toch wel wat meer durf en initiatief in de tweede helft. Zonder dat het echt tot heel veel uitgespeelde kansen kwam, behalve deze dan. En die wordt prima gered door Richard Strijker. Die er daarmee voor zorgt dat Urk gewoon op een 1-0 voorsprong blijft. Weer wederom een corner voor Urk genomen door Lucas Nagel. Je ziet Jelle de Boer en dan wordt de bal van de lijn gehaald door de verdediger van de Dijk. En dan uiteindelijk is het de doelman die de bal in handen heeft. We gaan wel weer richting de slotfase van deze wedstrijd. We zitten al dik in blessuretijd. Het gaat heel snel, er gebeurde ook bar weinig in de tweede helft. Je ziet Jelle de Boer. Kaas Ronkers, die dus geen buitenspel stond. Die gaat... Paast hem door naar Jelle de Boer, maar zijn schot is te slap om de keeper van de Dijk in grote problemen te brengen. Goed, de Dijk probeerde van alles om alsnog de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Nu zijn ze wederom in de aanval. Is het Benny Dunnek die in eerste instantie wegkopt. Pieter Brands die ingevallen was met de slijding. Maar de Dijk blijft in balbezit. En dan is het hier opnieuw... Een grote kans voor de ploeg uit Amsterdam, maar de bal gaat centimeters langs de voor Urk goede kant van de paal. Dan is Richard Strijker nog een beetje boos op de scheidsrechter, omdat hij vindt dat het geen corner is. Volgens de scheidsrechter wel. Weer een hachelijke situatie voor het doel, maar uiteindelijk is het Richard Strijker die de bal in de handen heeft. En op dat moment fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Pakt Urk drie heel belangrijke punten in de strijd om de bovenste plek in het kampioenschap. Kunt u nu nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. Ik heb hier naast me staan André Teulings, trainer, coach van ASV De Dijk. Die denk ik een beetje teleurgesteld zal zijn met de uitslag van vanmiddag. Nou, allereerst is het Teuling zonder S. Maar inderdaad, ja, ik denk dat wij einde van de wedstrijd twee hele goede kansen krijgen om alsnog een gelijkspel eruit te slepen. Maar helaas, niet gelukt. Lag dat aan de manier waarop jij ging voetballen vandaag tegen Urk? Dat er bijvoorbeeld in de eerste helft kregen jullie wel wat mogelijkheden op kansen, maar echt gevaarlijk zijn jullie niet geweest? Urk ook niet. Nee, maar goed, ik vraag het nu aan jou over jouw team. Ja. Nogmaals, Urk ook niet. Kijk, we weten precies hoe Urk speelt. En de trainer heeft het ook zelf alles gezegd in een interview wat ik zag. Aanvallen en er overheen denderen, heb ik hem letterlijk horen zeggen. En dat is ook precies hoe Urk speelt, dat weten we. En dat proberen we op te vangen. Nou, dat doen we goed, want we geven heel weinig weg. Maar wat je het hele seizoen al ziet, is dat wij ook heel moeilijk scoren. En dat zie je dan ook inderdaad in de kansen die we krijgen. Ja, die gaat er niet zo makkelijk in. En die kwaliteit heeft Urk wel. Maar die hebben ook iets meer geld. We hebben net zoveel geld. Ik denk dat Urk minder geld is als de Dijk. Maar goed, dat is een andere discussie. Als je het zo ziet met alle reclameborden hier. Dat is tienvoud van bij de Dijk. Oké, maar wordt er hier in de club gestopt en niet in spelers. Goed, dan de tweede helft. Je gooit waarschijnlijk iets om binnen het team. Waardoor het beter gaat draaien. Nou, we hebben inderdaad een paar wissels toegepast, ja. Ik moet wel zeggen, als dat geld dan inderdaad naar de club gaat, het veld is net een ijsbaan, hè. En ik moet zeggen, niet alleen bij ons, ook spelers van Urk zag ik alle kanten op glijden. Dan denk ik, ja, dat is toch wel heel apart. Misschien is het inderdaad een nieuw veld, dat zou kunnen, maar het was heel moeilijk voetballen. Maar wel van twee kanten, hoor, niet alleen voor ons. Goed, nu even over die tweede helft. Wat heb je omgezet waardoor het team beter ging draaien? Of Urk slechter liet voetballen? Nou, allereerst, ik denk dat jullie terecht de juiste man, de beste speler, hebben benoemd. Lucas Tol, geloof ik. Die vond ik de eerste helft goed, maar belachelijk hoe wij daar tegen verdedigen. Dus dat heb ik omgezet. En dat, denk ik, pakte goed uit op het middenveld. Dat ging een stuk beter. Ja, en ik denk dat we te bang, te paniekerig waren in het,
in de eerste helft en de tweede helft een beetje van ons af hebben kunnen spelen. Wat meer zijn gaan voetballen. En dan krijg je ook meer ruimte en meer kansen. Het vervolg van de competitie, want je staat er natuurlijk niet al te best voor. Volgens mij een PD-plek op dit moment. Nog vertrouwen in dat je het wel gewoon gaat redden? Ja, natuurlijk. Maar kijk, en dat is ook een verschil. Misschien dan niet het geld, maar in ieder geval de leeftijd. Onze ploeg raakt nog geen 21 aan, gemiddeld. Gemiddeld. Ja, dus dat zegt ook wel wat. Dus voor ons is het proberen te handhaven. En daar doen we alles voor. André, dankjewel. Veel succes. Zo komen Gert-Jan, je bent liefhebber. Heb je me verteld, liefhebber van aanvallend voetbal, liefhebber van heel veel doelpunten. Dan is het vandaag, was het niet jouw dag? Dit was helemaal niks. Een hele korte analyse eigenlijk, het was helemaal niks. Er ging toch best wel iets goed. Nou ja, Lucas Stol liet eerst de minuten prachtige dingen zien. En daarna werd de eindpaas steeds onzorgvuldiger. Die ijsbaan waar de trainer van de Dijk over sprak, dat klopt wel. Maar dat komt ook omdat we misschien dan 3 keer gesproeid hebben. En het heeft ook 6 keer geregend en zelfs nog gesneeuwd. Dus misschien is dat ook iets te veel van het goede. Maar wij waren vandaag gewoon aan de bal zo zwak. Dat je elke keer, als wij de tweede helft 10 keer in de situatie van een overtal komen. En 10 keer speel je niet uit tot in ieder geval een kans. Nou, dan zit het er niet in. En dan moet je 1 ding doen. Dat is de 1-0 verdedigen. En dat deden we 1 minuut voor tijd ook nog heel zwak. Nou, dan moet je gewoon heel erg blij zijn met 3 punten en heel gauw vergeten. Nou, had je het team een beetje, nou, omgegooid niet, maar je speelde met een iets andere opstelling, zeg maar. Hè? Geen 4 man echt achterop, maar in principe 3. Om de Dijk tegenspel te bieden. Is dat een beetje gelukt? Nou ja, hun hebben niet heel veel kansen gehad. Maar die ze gehad hebben, die 2, die waren heel groot. En wij hadden verwacht dat ze iets anders zouden spelen, zoals in de thuiswedstrijd. En dat deden ze niet. Maar ja, dan nog, dan is Benny Dunnick volgens mij in zijn leven lang zat rechtsback geweest om dat goed in te vullen. Nou, verdedigend denk ik ook prima. Maar gewoon opbouwend aan de bal, bij de backs, niet in spel geweest. 3 man achterop uitzakken, van kant naar kant spelen. Dynamische loopacties, veel te weinig, gewoon te weinig. En het was gewoon niet goed genoeg. En dan kijk je op teletext. 2 concurrenten gelijk en jij wint. En dan zeggen ze allemaal dat ik chagrijnig ben. Nou, ben je ook wel een beetje misschien. Nee, oké, goed. Nee, je wint inderdaad, de concurrenten verspelen punten, dus het is weer een beetje spannend. Heb je dat zelf ook een beetje, of zeg je gewoon nog steeds van kampioen worden, nee, laten we daar nou nog niet over denken. Laten we er niet over gaan praten. Ik doe het nu weer wel natuurlijk. Het is nu nog 9 wedstrijden en het is met 3 punten het verschil. Ja, het is 4 punten, want Gene Muiden die maakt wel tegen al deze ploegen heel veel goals. Dus wij moeten binnen 2 punten komen, want het wordt op doelsaldo beslist tegenwoordig en niet op een beslissingswedstrijd. Maar ik zei vorige week al tegen Peter Dekker van na de nederlaag tegen Flevo Boys, het gat is eigenlijk maar 3 punten, want de laatste is Gene Muiden Urk. Nou, daar moet je naar kijken. We hebben vandaag weer prima zaken gedaan, maar ik heb dit verhaal al een keer eerder afgestoken, 1 jaar of 3 geleden. Toen won ik ooit een keer uit bij IJsselmeerwolves, ook op zo'n manier. En toen zeiden ze ook van, wat ben je toch chagrijnig? Maar het gaat erom, als je kampioen wil worden, moet je je beste spel spelen. En op dit moment spelen we niet ons beste spel. En dat kan ook heel snel weer keren. Maar wij moeten wel reëel zijn. We hebben vandaag niet te klaar gehad over geluk. We hebben niet goed gespeeld. We hebben wel heel veel energie gegeven. Want dat doen ze altijd, dus dat is mooi. We hebben weer de 0. Ons gemiddelde thuis is gigantisch qua punten. Maar dat betekent dus ook wat voor ons gemiddelde uit. Ja, dus daar moeten we de komende weken misschien ook maar eens wat kritischer op worden. Hè? Van wat doen wij uit, waardoor we daar amper winnen en waardoor winnen we thuis alles wel. Nou ja, per saldo, we doen gewoon mee. En mijn doelstelling was plek 7. Die heb ik aangepast naar de top 4 en daar staan we. En als concurrenten van ons zo sympathiek blijven doen, dan gaan we zelf kijken wat eindigt. Denk je dat Noordse Schut aanstaande zaterdag ook zo sympathiek zal zijn? Nou, die vond ik hier in ieder geval heel sympathiek. En die bleef volgens mij langer zitten dan de spelers van Urk. Dus ze zijn ook heel gezellig. Maar of ze tijdens de wedstrijd ons de 3 punten cadeau doen, dat hoef je natuurlijk niet, daar moet je niet van uitgaan. Dat wordt gewoon een heel zwaar wedstrijdje op gras. Dat is ook weer een andere beleving. En dan hebben we op maandag Volendam. Dus we hebben een druk weekend. Dus nou, we gaan kijken hoe we dat weer doen. Oké, dankjewel Gert-Jan. En succes de komende week.